Intussen, Koen, zagen we gisteren de Chinese industrie gewoon lekker doorgroeien. Ja, de Chinezen hebben natuurlijk veel meer mogelijkheden om te stimuleren. Dat laten ze tussen die regels ook door schemeren. En het feit dat ze geen datum kunnen vinden, ja, hoort natuurlijk bij het spel. De Chinezen die zetten Trump onder druk. Trump heeft gezegd, van, nou, ik stel dan wel die tarieven uit tot na december, want dat is goed voor mezelf en de Amerikaanse consument. Maar ja, de Chinezen die hebben de tijd, omdat ze toch... Ja, zij hebben een veel hogere rente, ze kunnen zelf stimuleren. Zij hebben een centrale bank, om in termen van Trump te spreken, die luistert naar wat Xi Jinping zegt en de economie gewoon ongebreideld stimuleert. Dus daarmee zijn ze wel enigszins het voordeel.